Welkom bij deze video van het project N307 Roggebod Kampen. Mijn naam is Redmer Leegstra en ik ben omgevingsmanager bij Combinatie Roggebod. In deze video nemen we u mee in de transitie van de Roggebodbrug en de wijziging van het watersysteem. Het project is onderdeel van het IJsseldelta-programma en draagt bij aan het verbeteren van de mobiliteit. We hebben de nieuwe brug en de nieuwe wegenstructuur naast de huidige wegen gelegd en we hebben alle werkzaamheden zover voorbereid. En op dit moment staan we op het punt om het verkeer over de nieuwe brug en de nieuwe wegen te leiden. En voor dat laatste moment, het ombouwen van die situatie, ontkomen we er niet aan om het verkeer tijdelijk te stremmen. Nadat het verkeer over de nieuwe brug rijdt, hebben we slechts 3 weken de tijd om de nieuwe vaargeul te realiseren, zodat op 1 april de scheepvaart en met name ook de staande mastschepen weer door de nieuwe Roggebodbrug kunnen. Zowel waterbouw, wegenbouw en de bouw van civiele objecten komen hiermee samen. Dit vraagt een nauwe afstemming in de uitvoering van deze werkzaamheden. In een dagtijd frezen we hier het asfalt van de oude N307. Dit doen we laagsgewijs om eerst het asfalt te verwijderen en af te voeren. Daaronder de puinfundering en daaronder starten we met het ontgraven van het grondlichaam. Wij staan hier op de Vossenmeerdijk aan deze kant en de Drontemeerdijk aan die kant. En we zijn hier de oude rotonde in de N307 aan het afgraven. En we moeten hier 1,04 meter verlagen om te zorgen dat de wegen weer aansluiten onder de nieuwe brug door, waarbij we aan deze kant de waterkering intact laten. Met het vervallen van de Roggebodsluis vervalt ook de functie van de Roggeboddam. Deze moet afgegraven worden om scheepvaart onder de nieuwe brug door te maken. We staan nu op de Prins 1, een kraanschip van Van den Herik. En met dit schip zijn we aan het baggeren op het Vossenmeer. We zorgen ervoor dat we met het kraanschip eigenlijk de diepte creëren die nodig is voor de nieuwe vaarweg en het doorstroomprofiel. Achter ons zien we de bestaande Zwolse brug en de nieuwe Roggebodbrug daarachter. Om de Roggeboddam af te graven hebben wij tijdelijke damwanden geplaatst om onbeheersbare waterstromen te voorkomen. De Roggebodam is inmiddels helemaal afgegraven en de laatste stap voor het verbinden van het Vossenmeer en het Drontemeer is het verwijderen van deze damwanden. De nieuwe verbinding van het Vossenmeer en het Drontemeer wordt in totaal meer dan 100 meter breed en krijgt een diepte van min 5 meter NAP. Hiermee is voor de toekomst ook de hoogwaterveiligheid voor de IJsseldelta-regio weer geborgd. De nieuwe Roggebodbrug neemt de functie over van de huidige Roggebodsluis. Hier zien we de laatste bediening van de Roggebodsluis. De sluis is sinds 1955 door Rijkswaterstaat bediend en met het bouwen van de nieuwe Roggebodbrug gaat de bediening over naar de provincie Flevoland. Met het in gebruik nemen van de nieuwe Roggebodbrug hoeft de nieuwe brug minder vaak bediend te worden omdat deze een stuk hoger is en schepen tot 7 meter onder de brug door kunnen varen. Dit betekent dat de brug daardoor niet meer in de spits bediend wordt. De laatste stap voor het omleggen van de vaargeul is het verleggen van de boeien. Binnen deze boeien is de vaargeul op diepte en weet de scheepvaart dat ze daar moeten varen. Vanaf dit moment is er geen hoogtebeperking meer voor scheepvaart en varen ze door de nieuwe beweegbare brug. De komende periode wordt er gewerkt aan het verwijderen van de Roggebodsluis en het aanleggen van de vaargeul door het vaste deel van de brug. Wilt u meer weten over het project? Kijk dan op www.ijsseldeltaprogramma.nl.